In Excel zit een invoegtoepassing waarmee je gratis QR-codes kunt genereren. Je installeert deze invoegtoepassing als volgt. Ga naar tab Invoegen. Kies voor Invoegtoepassingen Downloaden. In het zoekvak tik je QR en daarna druk je op het vergrootglas. De eerste app die boven komt drijven heet QR for Office. Die moet je hebben. Druk op Toevoegen. Doorgaan. En de invoegtoepassing voor het genereren van barcodes wordt geïnstalleerd en het bijbehorende menu wordt geopend. De volgende keer dat je Excel opent, zal het menu van QR for Office aan de rechterzijde zijn verdwenen. Wil je het weer oproepen? Ga dan naar tab Invoegen, druk op de knop Mijn invoegtoepassingen, dubbelklik met je linkermuisknop op QR for Office en het bijbehorende menu verschijnt opnieuw aan de rechterzijde van Excel. Het aanmaken van een QR-code gaat heel eenvoudig. Allereerst kies je het type QR-code dat je wilt maken. In dit geval wil ik een link naar mijn website die in een beveiligde omgeving staat, dus kies ik voor https. Vervolgens vul ik in het invulvak het adres van mijn website in: www.structuurmakers.nl. Daarna kan ik de kleuren van de QR-code aanpassen. Je ziet nu een zwarte QR-code op een witte achtergrond, maar met deze knoppen kun je zowel de kleur van de code, als van de achtergrond wijzigen. Ik kies voor een wat grotere code en druk vervolgens op insert. De QR-code wordt nu als een verplaatsbare afbeelding geplaatst op je werkblad. En druk je erop met je rechtermuisknop, dan kan je kiezen voor opslaan als afbeelding. Je kan deze QR-code dan bewaren als PNG of als JPG bijvoorbeeld en later in andere documenten oproepen. Bijvoorbeeld in een document dat je in Word maakt of in een PowerPoint-presentatie. Pak ik nu mijn mobiele telefoon en scan ik deze code, dan wordt automatisch mijn browser-app geopend en kom ik op www.structuurmakers.nl terecht. Op dezelfde manier kan ik een QR-code voor mail maken. Ik kies voor Mail To, geef in het invulvak het e-mailadres op waarna gemaild moet kunnen worden. Ik verander eventueel de kleur van de QR-code en pas de omvang aan. Vervolgens druk ik op Insert en nu heb ik een code die wanneer je hem scant met je mobiele telefoon, automatisch je mail-app opent en een mailtje klaarzet voor roljansen@structuurmakers.nl. Ten slotte laat ik je nog een voorbeeld zien van een geolocatie die je in een QR-code kunt opslaan. Om dat te kunnen doen, ga je eerst naar je browser en open je Google Maps. In dit geval wil ik een verwijzing naar IKEA Amersfoort. Ik druk op het kleine icoon van IKEA Amersfoort met mijn rechtermuisknop en zie dan in het menu dat verschijnt een geolocatie verschijnen. Ik klik erop met mijn linker muisknop en de code wordt nu gekopieerd naar het klembord. Ik ga terug naar Excel kies bij QR voor Office voor Geo en in het invulvak plak ik de geolocatie. Wat je echter niet kunt zien is dat er nu een spatie staat achter het eerste deel van de geolocatie. Die moet je even weghalen zodat er een gesloten geocode ontstaat. Ik kan zoals ook in het voorgaande voorbeeld weer kleuren wijzigen, maar doe dit niet en pas alleen de omvang van de QR-code aan. Ik druk op Insert. En hier verschijnt de bijbehorende QR-code. Als ik deze scan, wordt een kaarten- of maps-applicatie op mijn telefoon geopend en word ik automatisch gebracht naar de locatie van IKEA Amersfoort. Tot zover deze video over gratis QR-codes in Excel. En dus ook een QR-code die je in andere applicaties kunt gebruiken als je hem opslaat als afbeelding. Ik daag je uit om zelf nog wat te experimenteren. Met de overige mogelijkheden van QR voor Office.